Piep Boys, dat is Kees. Ja, zeker, en dat is... Joram, Joram, ja. Dat is Joram. Natuurlijk, en Kees en ik waren nog even lekker aan het rocken en zingen. Dat was super vet. Ja, dat was heerlijk, maar... Ik vond wel, even serieus, ik vond wel dat ik beter was in zingen dan jij. Wat? Echt niet? Ik was veel beter. Echt niet? Ik was veel beter. Echt niet? Joram! Nee, Kees! Nou, Joram! Ik was... The Voice of the Beat Challenge! Het zijn altijd goed. Nee. Die boys in je hart, in je hoofd, vooral. Kees, hoe lukt het bij jou? Ik weet niet wat ik moet zingen, Joram. Ja, ik loop er ook al de hele tijd mee vast. Ik weet het ook niet. Hey, ik heb een idee. Ik heb een idee. Wacht, blijf. Oké. Wow. Zo. Hé, maar... Dit zijn allemaal boeken, tijdschriften en kranten. Hoe gaat dat ons helpen dan? Nou, heel simpel. We gaan stift dichten. Maar wat is stift dichten dan? Nou, heel simpel. Je pakt de pagina uit een boek of een tijdschrift of een krant of zo. Ja, boek. En met heel veel woorden. Ja. En dan ga je gewoon lekker woorden wegstrepen. Niet allemaal, want wat er overblijft is een fantastisch gedicht. Oh, dat is vet, ja. Ja. Oh, gaan we het weer naar huis. Ja. Hey. Ja. Nee, niet aan een biepboek. Die moeten nog gelezen worden door andere mensen. Oh ja, natuurlijk. Ja, maar wat gaan we er dan mee doen? Kopiëren? Oh ja, kopiëren. Woe! Naar de kopieermachine! Vijf en 19. Het is super mooi geworden. Kijk, ik ben er super trots op. Oh. Tijd voor het optreden. Ja, optreden. Woe! This is the voice of the Beat Boys. Beat Boys. De 55-jarige man. Die was in Nederland. Mijn leeftijdsgenoten. Ineens, Michael Jackson, Madonna en Prince. En de Beat Boys. Die waren er ook, ja, de Beat Boys. Die waren er ook, ja, de Beat Boys. En het gaat gewoon door. Gaat gewoon door, yo! Tranen. Wat maakt het uit? De ontmoeting was legendarisch. En op het einde was het tijd. Poppie. En op beide armen. Aan de binnenkant. Een dikke, vette tatoeage. Oh, tatoeage. En aan de binnenkant van mijn arm. Een dikke tatoeage. Hou je vast, komt-ie. Meneer jachttrofeeën, meneer jachttrofeeën, meneer jachttrofeeën. Yo, ik heb 100 strafpunten, 100 strafpunten, 100 strafpunten, 175 pra, kakatoe,
kakatoe, ik ben een kakatoe. 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 Bra bra. Oei. Zwart, wit, foto. Zwart, wit, foto. Anna. Zwart, wit, foto. Zwart, wit, foto. Baby. This is the voice of the B-Boys! Ik geloof het gewoon niet. Ah, man! Het is echt vet balen, yo-yo! Het is echt vet balen, man. Ja, het is gewoon, die jury die draaide gewoon je om. Ja, ik geloof het niet waar we zijn, maar wat, heb jij je telefoon bij je? Nee, ik ga toch niet optreden met een telefoon op zak? Nee. Nou, en daar heb ik hem weer. Ja, het komt daar vandaan. Zullen we even gaan kijken? Kijk eens even. Ja, kom. Ja. Yo! Wow. Nou, ik begrijp nu wel dat ze niet kwamen, die jury. Ja, en dat ze niet omdraaiden. Ja, natuurlijk, want als ze er wel waren, dan hadden ze sowieso omgedraaid. En zeker voor jou, want jouw stip dicht, die pad, die lied was echt fantastisch. Oh, thanks, Joran. Echt leuk, ik vond jouw ribbity rap, clap, flap, flap, vond ik ook vet. Ah, thanks, guys. Ja. Nu zijn jullie aan de beurt. Oh ja, jullie. Ja, want jullie kunnen zelf natuurlijk een stiftgedicht, lied of rap maken. Ja, dan gebruik je dan oude tijdschriften, kranten of oude boeken. Of boeken die je dan in de kopieermachine hebt, net zoals wij. Ja, en dan ga je lekker strepen. Ja, en dan blijft er vanzelf een heel mooi gedicht over die je dan kan rappen of zingen. Ja, en dan maak je dan een foto van je gedicht. Of je maakt een filmpje van je rap of je liedje naar ons op. Ja. Naar bboys@obxz.nl. Yo, bboys@obxz.nl. bboys@obxz.nl. Later. Nog een tip voor het stiftdichten. Ja, je gaat gewoon kijken naar een zin en dan het woord wat je het gekste, het raarste of het leukste vindt, die hou je over. En dan ga je streepje allemaal weg. En dan denk je misschien in het begin van, moet dit nou iets worden? Maar heb geduld. Het wordt vanzelf vet. Heb vertrouwen. Dan maak je een awesome gedicht, een mooi lied of een te gekke rap. Succes!